Ja, en zo komen wij van Dean Martin naar de zomer voorbij. Je kon duidelijk die overeenkomst horen. En de zomer voorbij was een van de eerste liedjes die wij ooit maakten in het Nederlands. En van een van de eerste liedjes die we ooit maakten naar een van de laatste liedjes die we ooit schreven. Daar zit ongeveer 6-7 jaar tussen. En daarom vonden wij dit een goede periode om een verzamelalbum uit te brengen. Normaal gesproken doe je dat als iemand overleden is, maar hij was bijna dood. Dus... Commercieel gezien, hè? Commercieel gezien was het beter geweest als hij. Maar, oké. Okay. Dus kijk, normaal was het een money budget. Maar goed, we doen het nu bij leven. Hè? En... ik ben even helemaal van wakker gekomen. Een verzamelcd dus. En dat is een dubbelalbum geworden. En dan ben ik ook even van dat reclamepraatje af. Kant A. Zometeen gaan we namelijk... wat zeg je? Kant A, zeg ik. Kant A. Zometeen gaan we, na de show, gaan wij namelijk een signeersessie doen hier van jij. Zijn die denken dat Emiel zich daarop verheugt, is dat alleen omdat hij dan in het artiestencafé bier kan gaan zitten staan. Hij komt geen handtekening uit, denk ik. Dus. Het is dus een dubbel cd. En op die eerste cd staat de 3J's top 20 samengesteld door onze grootste fans. Op de tweede cd staan sowieso 3 splinternieuwe liedjes. En wat ook interessant is op die tweede cd, daar staan namelijk 6 stukken die wij live hebben opgenomen tijdens deze tour. En dat zijn 6 van die combinaties zoals je net hoort, de zomer voorbij en That's Amore en zo nog 5 stukken. En dat staat allemaal op die cd, is een dubbel cd en het is zo meteen verkrijgbaar. Volgende liedje dat we gaan doen is dus, een van de laatste liedjes die we ooit maakten, is onze huidige single en die heet Bijzonder. Thank you.
De storm en de zon en alles wat je tegenkomt, de streel en de steun.